U luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl, Marktplaats, Autodata Nederland, Bovemij, you name it, en tevreden.nl. Welkom op de DCDW-podcast van deze week met als gast Frank Tanke. Bij Frank is het simpel. Of we doen het met passie, of we doen het niet. Als country manager autorollen overziet Frank de veilingen business to business, maar is daarbij ook verantwoordelijk voor de operatie bij onder andere de ANWB Auto Koopservice. Frank is alleen actief op LinkedIn en niet op andere social media kanalen, maar vindt daarin tegen dat dealers overal zouden moeten staan, mits er maar een bepaalde mix of relevantie is. Grootste uitdaging ligt volgens Frank in de wijze waarop wij de klant van nu, die beter als ooit geïnformeerd is, nog kunnen verrassen. De laatste 30 jaar in de automotive is niet de sleutel hoe het de komende 30 jaar eruit gaat zien. Maar één ding die staat wel vast volgens Frank: als je geen executie doet, ben je sowieso gezien. Frank, bedankt voor je komst naar de podcast. Wat ontbreekt er nog aan deze introductie? En kun je nog wat meer vertellen over jezelf en het bedrijf Autorola? Paul, dankjewel voor deze intro. Leuk om hier te zijn. Wat over mezelf. Ik doe dingen met passie. Ik ben van huis uit geen automan. Nee. Dat is wel, wordt me wel eens raar aangekeken als je dat tegen mensen zegt. Maar ik heb een passie voor omgaan met mensen. Ja. Business doen. Ervoor zorgen dat mensen geholpen worden. En doordat je dat doet, help je jezelf. Het bedrijf Autorola is van huis uit een veilinghuis. Alleen maar op internet. Ja. En daarnaast zijn we steeds meer andere dingen gaan doen. En dat moet je ook als bedrijf, want wat in de laatste 30 jaar is gebeurd, is niet wat de eerstvolgende 30 jaar gaat gebeuren. Dus neem data, neem systemen, al die dingen, het koppelen van dingen, dat moeten we steeds meer, niet alleen bij Autorola, maar in de automotive doen om te overleven. Oké. Hey Frank, je bent werkzaam geweest bij de import, hè? Klopt. Welke importeur? Bij Chevrolet. Chevrolet, toen het nog bestond. Inderdaad, ik begon bij Chevrolet. Ja? Net op het moment dat we teruggingen naar de beurs als GM. Ja. 7 nieuwe modellen introduceerden. We gingen naar de RAI. We gingen op tv. Helaas hebben we 2 mooie jaren gehad. Ja. Maar helaas door de BPM-wetgeving. En het feit dat in 2013 Chevrolet aankondigde te gaan sluiten in Europa. Had ik daarna de moeilijke taak om het netwerk in Nederland en België te sluiten. Ja. En toen? Wou je niet meer bij een import werken? Of ben je bewust zeg maar naar Autorola gegaan? Of kwam die kans nog eenmaal langzij? Ik heb met veel plezier voor grote organisaties gewerkt. Ja? Ik heb toen heel even iets voor mezelf gedaan. Ja? Project bij Euromaster. En op dat moment dacht ik, het ondernemerschap bevalt me. Ja? En die match vond ik bij Autorola. Ja? Het is een heel klein bedrijf waar de directeur-eigenaar Peter Kruftauer zegt, als jij een goed idee hebt, moet je het vooral doen. En die kansen krijgen we elke dag. Never a dull moment bij Autorola. Elke dag weer iets anders. Yeah. De ene dag hebben we het met de ANWB over het verkopen van auto's van particulieren. Yeah. En de volgende dag zit je bij de ABN AMRO aan tafel om over data van auto's te praten. Yeah. Ja, dat is echt een wereld van verschil. En dat maakt het ook erg leuk. Ja. En de eigenaar is een Deen, geloof ik, hè? Ja, klopt, ja. Oorspronkelijk Deens bedrijf. Ja. Actief nu in? 19 landen hebben we verkoopkantoren. En we zitten eigenlijk in, als je online kunt, kun je bij ons auto's kopen. Ja. Yeah. En we hebben steeds meer dat we zien dat het niet alleen beperkt blijft tot Europa. We zitten tegenwoordig in Brazilië, Mexico, Amerika, in Australië. En we hebben kopers letterlijk over de hele wereld. We hadden afgelopen maand verkopen aan Nieuw-Zeeland vanuit Engeland. Oké. En dat gaat dan met de schip? Dat gaat met de boot. Het waren 2 Bentleys, dus bij die auto's kunnen dat ook. Ja. Niet met Suzuki Swift, dat is wel lastiger. Nee, oké. Okay. Hey, in de intake zei je iets over information everywhere. Wat houdt het in? We zien steeds meer dat bedrijven geconfronteerd worden met het feit dat er heel veel data is online. Ja. Heel veel makkelijk voorhanden, maar op 20 verschillende portalen. Ja. Via allerlei verschillende social media kanalen. Ja. De klant komt binnen. Die weet al precies, want die heeft heel veel tijd kunnen besteden aan 1 auto. Die weet precies waar alles staat. Hoe zorg je ervoor dat de informatie van de koop, van de verkoop,
van de processen die door het systeem heen gaan, zoals het poetsen, zorgen ervoor dat de onderdelen allemaal klaar liggen. Dat al die data op precies het goede moment bij de precies de goede persoon op precies het goede tijdstip komt. Ja. Want wat zien we nu? Ik geef even als voorbeeld, als je een auto wilt taxeren. Wat doe je dan? Ja, je kunt naar Gaspedaal gaan. Je kunt op allerlei sites gaan kijken. Je kunt je onderbuikgevoel gebruiken. Maar je bent er gewoon lang mee bezig. En ja, er is steeds meer info. Steeds langer ben je mee bezig. Hoe doe je dat dan goed? En Autorola voorziet daarin, door bijvoorbeeld het product wat we hebben, Indicata, aan te bieden. Heb je alle auto's van heel Nederland, sterker nog van heel Europa, inzichtelijk. Ja. En kun je snel beslissingen nemen, waardoor je lagere omloopsnelheid, meer winst, de goede auto's hebt staan. Oké, maar Indicata. Dus wat doet dan exact Indicata daarin? Stel, ik ben een dealer, ik krijg een auto binnen, zeg maar een Kia Sorento. Uh-huh. En dan? Wat kan ik zien? Je kunt het kenteken van de auto invoeren. Ja. Het gaat dan de gegevens van die auto vergelijken met de auto's die in de database staan. Elke dag scannen wij in heel Nederland alle sites. Ja. Die gegevens van die auto's worden vergeleken met de auto die jij ingevoerd hebt. Ja. En op basis daarvan kan het systeem zeggen een aantal interne zaken, zoals bijvoorbeeld hoe lang die al staat, de prijs. Maar ook een aantal zeer relevante marktgegevens, zoals hoe lang staat die auto gemiddeld? Ja. Is het wel een interessante auto om überhaupt op voorraad te hebben? Het voorbeeld wat ik graag geef is dat iedereen denkt dat een Volkswagen Golf een prima auto is om te hebben staan. Ja. Want dat is toch het model. Ja. Maar niet alle modellen. En de Volkswagen dealer zal je precies kunnen vertellen welke wel en welke niet. Ja. Maar als je als Opel dealer die Volkswagen Golf wil inkopen, koop je waarschijnlijk de verkeerde in. Ja. En dat soort informatie is heel relevant om een zeer hoge omloopsnelheid te krijgen. Je vertelt vaak in jouw verhalen of artikelen dat in Amerika de omloopsnelheid enorm hoog is. In, ja, in Nederland kan dat ook. Alleen mensen moeten minder met hun onderbuik doen en meer met hun hersenen. Nou ja, dat fascineert me wel. In die zin, dat hele Indicata-verhaal, zeg maar. Op het moment, hè, als ik vanuit Marktplaats kijk, zeg maar. Hè, van joh, hoe snel zouden we nou een auto kunnen verkopen? Het is onzin om een auto 90 dagen gemiddeld te hebben staan. Ja. En dan zeg ik dat wat we laatst op LinkedIn die discussie hadden van ja, waarom zou het niet binnen 14 dagen kunnen? Als ik dus die Kia Sorento binnenkrijg en die heb ik al ingereld, dus het probleem heb ik al, zeg maar. En ik kijk dus in Indicata, wat is dan de status? Nou, hij is in courant. Weet ik op dag 1 dat ik er van alles aan moet doen. Ja. Dat ik fotoknallers moet doen, moet ik opbieden, dat ik AdWords campagnes moet doen, whatever. Precies. Om maar te zorgen dat ik niet binnen die 90 dagen val, maar korter. Ja, en dan is 90 dagen, vindt de Nederlandse markt, vindt dat acceptabel. Als je binnen de 90 dagen blijft, want dat is dan het gemiddelde, want ik zit onder het gemiddelde. Ja. Maar de vraag die je moet stellen is, gaan we dat in de toekomst, die 90 dagen, hoe snel gaan we terug naar die 60 en naar die 30? En wat moet je als bedrijf nu doen om tot die 30 te komen? Of misschien nog wel lager? En ik ben van mening dat een groot gedeelte van de mensen die momenteel die problematiek hebben, die denken, ik heb dit te lang al zo gedaan en dit gaat prima. Ik verdien geld en dat is op zich goed. Fijn dat mensen geld verdienen. Maar aan de andere kant, over 2 jaar, over 6 maanden is het weer heel anders. En je moet nu bezig zijn met jouw problemen of de veranderingen van de markt die over 6 maanden plaatsvinden. En daar kan Indicata, maar er zijn nog andere manieren en niet alleen maar data van auto's, maar dat is wel cruciaal. Waarom zouden we dus kijken naar die 90 dagen als het gemiddelde, terwijl we weten dat het gemiddelde ons niet beter maakt? Hè? Nee. Je moet kijken wat is er mogelijk. Ja. En ik denk met zo'n systematiek zou ik zeggen als occasion manager, joh, ik heb de auto, wat is het? Nou, het is een incourante auto, dus ik moet er meer marketing aan spenderen om te zorgen dat ik er meer activiteit op krijg. Ja, precies. Want vanzelf gaat het dus niet. Nee, en dat zijn van die standaard ingebakken zaken. Het gaat vanzelf. Ik vind er wel een koper voor. Daar moet je actief mee bezig zijn. En daar helpen we als team, daar helpt het systeem. Je krijgt voldoende mogelijkheden, foto's, prijs, locatie. Een van de nieuwe zaken bij Indicata is bijvoorbeeld dat je op regio kunt filteren. Kleine auto's verkopen misschien prima in Den Haag, maar niet in Doetinchem. Ja. Als je een dealer dan bent in Doetinchem en je moet van een auto af die je net hebt ingehaald, dan moet je misschien je collega in Den Haag eens even bellen. Ja. En dan verkoop je hem daar. Ja. En dat is iets wat steeds meer mogelijk wordt. Het is, in het verleden keken we naar Nederland. Misschien niet eens naar Nederland. Naar de dealers bij je om de hoek. Ja. Maar nu kun je gewoon heel selectief
selecteren. 50 kilometer in de straal, 50 kilometer. Hoe loopt deze auto? Ja. Maar heb je veel aansluiting bij dealerholdings en dergelijke op basis van die data? Of vindt men het moeilijk om te interpreteren waar eigenlijk het potentieel ligt van zo'n systematiek? Ja, want ik zie hem wel. Ja, er zijn een aantal groepen. Een van de eerste grote dealerholdings die aansloot, die zei: ik wil dit graag hebben en ik wil graag dat je het nergens anders in Nederland gaat aanbieden. En ik heb tegen Leen gezegd, nou dat gaan we maar niet doen. Ja. Een aantal dealerholdings ziet dat ze allerlei systemen hebben. Ja. Ze hebben systemen nodig om auto's op online portals te zetten. Ja. Daar zit ook wel wat van pricing in of van foto's. Dat heeft Indicator ook. Dus dan zeggen ze, ja, maar wat moet ik dan? Waarom moet ik dit dan gaan gebruiken? Maar over het algemeen zien mensen, holdings, dit is wel waar het naartoe gaat in de toekomst. Ja. Real-time informatie, de informatie van gisteren in Nederland. Ja, en niet van een maand geleden. Niet van een maand geleden, van gisteren. En niet alleen in Nederland, maar ook van de rest van Europa. Dus wij halen ook de informatie in Denemarken en in Duitsland en Italië. Ja, want eigenlijk is onze markt de Europese markt. Ja. We hebben dus de systeem voor om een auto op mobiele te kunnen zetten of wat dan ook, zeg maar. Dus je markt is gewoon Europa. Ja. Ik denk dat het gewoon een no-brainer zou moeten zijn om zo'n systematiek te hebben, om te zien van joh, waar heb ik in geïnvesteerd? Ja. Als je ziet dat bijvoorbeeld de leasemaatschappijen nu en al een tijdje druk bezig zijn met Mitsubishi Outlanders. Ja. Waar moet ik die auto's kwijt? Ja. Nou, dat kan ik prima vertellen. Ja, dat kunnen wij in het systeem zien en dat verschilt per week. Ja. En dat ligt dus aan het land, dat ligt aan de wisselkoersen van een aantal van die landen. Maar dat kunnen we dus heel nauw volgen. Ja. En vandaag is er ruimte voor 20 auto's in Noorwegen of welk land dat ook maar is. En dat kan eigenlijk volgende maand weer anders zijn. En dat volgende maand, dat kan morgen alweer anders zijn. Want als een importeur een rental deal doet en die auto's komen terug en ze gaan richting het dealerkanaal. Ja. Het eerste wat gebeurt is dat de prijs naar beneden gaat. En dat zien wij direct. Is dat ook het grootste potentieel wat een beetje weglegt? In die zin dat we de data die wel voorhanden is eigenlijk niet gebruiken waarvoor die voor bedoeld is? Ik denk dat de data er nu is, maar het is nu nog data. Ja. Al die sites, al die informatie is nog niet. Je kunt er nog geen actie op ondernemen. Ja. En wat veel mensen doen is een klein gedeelte van die data gebruiken ze om daar beslissing op te nemen. Ja. Door het gebruik maken van Indicator zie je de hele markt. Ja. En dan moet je er iets mee doen. Ja. Dus fijn dat je het hebt. Ja. Fijn dat je het hebt, maar doe er iets mee. Ja. En neem een beslissing. En heb je een pricing policy voor je eigen merk of voor je auto's die je inruilt of voor een bepaalde leeftijd? Het zijn zaken waar mensen over mogen nadenken. Als ik een Ford dealer ben, als ik een Ford neerzet die ik net ingeruild heb, wat voor een prijs wil ik daarvoor? Ja. En dan is het plus €500 ten opzichte van inkoop. Of ja, maar als het potentieel veel groter is, waarom dan niet meer vragen? En ik stel dus de vraag, als je eigen merk hebt, waarom zou je niet 5% boven de markt kunnen vragen? Ja. Of misschien wel meer? Ja. En hoe meet je dat dan? En hoe hou je dat dagelijks bij? Ja. En dat zijn zaken die nu nog veel mensen niet doen. Het überhaupt die pricing policy zetten. Want daarnaast het volgen is natuurlijk wel bijzonder lastig als je niet een tool hebt zoals Indicator. Is er ook iets mogelijk dat je bijvoorbeeld de autodata vanuit Wielendelta importeert in Indicator, zeg maar. En dat die dagelijks de feedback geeft wat je zou moeten aanpassen qua prijs? Een goede vraag. We zijn origineel begonnen met een tool. Dat is een internetportal waarbij dealers kunnen inloggen en kunnen zien wat er met hun staardagen gebeurt. Ja. Wat er met de marktcourantheid gebeurt, etc. En dat screep je gewoon ergens vandaan. Ja. Ja. Die data is heel relevant. We zien steeds meer dat mensen de vraag stellen, kunnen wij niet in ons systeem jouw data laden? Ja. Dus we zijn nu druk bezig met een aantal partijen. We hebben de eerste stappen gezet dat we met webservices die data kunnen inladen. Dat doen we al. Doen we al bij onze eigen ANWB autoverkoopservice. Maar daarnaast is het zo dat als je dat commercieel wil maken, moeten er nog een aantal stappen meer gebeuren. En begin volgend jaar kunnen we dat gaan doen. Dus dan kan ik de data van Indicator inladen in mijn andere systematiek. Ja. Maar kan Indicator dan ook aangeven welke prijs ik zou moeten aanpassen? En stel, ik heb vandaag die Sorento staan op €15.000. Ja. Morgen zeg je, joh, de markt is veranderd. Hij is eigenlijk 16 waard. Ja. Dat ik een seintje krijg, hey, kan de prijs verhogen of verlagen? Dat zal dan binnen je eigen systeem aangepast moeten worden. En vanaf het tweede kwartaal hebben we binnen Indicator ook een rapportagemodule. Ja. Waarbij je dat soort dingen wel weer in kan zetten. Ja. Want dat is eigenlijk ook weer de volgende stap. Ja. Want het hoeft niet altijd omlaag, het kan misschien ook omhoog. Nee, heel bijzonder om te zien is dat door belastingveranderingen, door een rental deal, dat mensen denken dat auto's in prijs naar beneden gaan. Ik durf te beweren dat een derde van de auto's dat helemaal niet doet. Je denkt, er staat 60 dagen, laat ik hem maar afprijzen. Maar waarom zou je hem niet opprijzen? Ja. En dat
is nieuw. Dat moeten mensen zien. Moeten de data's ook vertellen. Ja. En ja. Wat je dus ziet is dat mensen kijken naar een momentopname. Ik kijk nu op Gaspedaal hoe die auto gepositioneerd staat. Maar indicator laat het gegeven van het laatste jaar zien. Ja. Dus het kan best zijn dat die gewoon 20% de prijs gestegen is. En het gebeurt. Het gebeurt echt. Ja. Heb je een voorbeeld daarvan? Van een auto, een type, een model? Ik kan niet eentje zo noemen, maar ik laat je dadelijk graag even wat voorbeelden zien. Je vertelde ook in de intake dat de laatste 18 maanden hard waren. Hard werken, veel dingen gedaan. Ja. Wat is er zoal veranderd? We hebben goed geluisterd naar de markt. Ja. We zijn Autorola's van huis uit product georiënteerd. Ja. We hebben een mooi product. We hebben meerdere mooie producten. Maar uiteindelijk is het zo dat iedere klant zijn eigen specifieke wens heeft. Ja. En als je dat goed doet, goed luistert naar je klanten, zowel online als offline, dan zie je dat er mooie dingen ontstaan. Dat betekent dat je in nauwe dialoog moet gaan met je klanten. En een van die voorbeelden, zoals je net zei, die webservices. Ja. Ja, dat ontstaat omdat het dialoog aangaat. Ja. En dat moet je blijven doen. Omdat je met die klanten eigenlijk daadwerkelijk praat van, joh, wat heb je nou meer nodig? Of ze komen zelf met ideeën. Van dat mis ik of dat mis ik. Het bijzondere is dat veel van die ideeën ontstaan zonder dat je allebei weet dat er dat probleem er is. Maar door het dialoog ontstaan opeens nieuwe ideeën. Ja. Zo is komt een leverancier bij ons waarvan ik denk, oh, wat gaan we vandaag bespreken? Ja. En we gaan weg met, we hebben echt gewoon een commercieel idee. Ja. Wat heb je nou geleerd eigenlijk van de ANWB? Want dat doe je nu al een aantal jaren, geloof ik. Wat verschilt nou zeg maar zo'n en de koopservice met particulieren ten opzichte van wat jullie eigenlijk deden business to business? Als je kijkt naar business to business is het een stuk sneller, een stuk makkelijker wellicht. Ja. Elke auto bij elke particulier is uniek. Ja. Daar gaan we mee in overleg vooraf. Dus voordat we de auto verkopen, die zetten we bij ons op de veiling. Daar hebben we gesprekken mee na afloop. We hebben daar verschillende communicatiemomenten via digitale media. Dat is echt een groot verschil ten opzichte van, we zetten even 100 auto's van een leasemaatschappij online en de standaardkopers die gaan bieden en kopen. Ja. En daar hebben we mensen voor aangenomen. Daar hebben we denk ik 2 extra personen in 2016 opgezet om dat hele proces te begeleiden. Want uiteindelijk, of die persoon nou online bij de of offline bij de dealer koopt, offline bij de dealer koopt of bij ons de auto verkoopt, je hebt nog steeds dat persoonlijke contact nodig. En daar hebben we in het verleden van gedacht dat door de systemen dat vanzelf ging, maar niks gaat vanzelf. Daar moet je heel hard voor werken. Elke persoon weer. Ja. Voordat ik je de vraag stel, wat is jouw persoonlijke marktplaatservaring? Graag even aandacht voor onze sponsors. Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen? Dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Weet u waar de knelpunten zitten en wat u eraan kunt doen om de kwaliteit verder te verbeteren? De onderzoeken van autobedrijf.tevreden.nl helpen u exact te bepalen waar eventuele verbeterpunten liggen voor uw dienstverlening. U krijgt real-time inzicht in klantervaringen. Deze reviews deelt u op uw eigen website, op autobedrijf.tevreden.nl, op opines.nl en de grotere occasions portals. Heel belangrijk voor de online vindbaarheid en promotie van uw bedrijf. Wij zijn Bovemij. Wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche bij al hun verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Onze missie? Onze klanten nog succesvoller laten ondernemen. Als onderdeel van BOVAG bestaan wij voor en door de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden. Bovemij. Samen vooruit.
Frank, wat is jouw persoonlijke marktplaatservaring? Ik heb niet zo heel veel ervaring met marktplaats. Ik heb, als ik goed over nadenk, 1 keer marktplaats gebruikt. En dan, wel in Engeland, toen onder de naam eBay natuurlijk. Ja. Wij hebben een tijdje voor Michelin in Engeland gewoond. En uiteindelijk moest de auto verkocht worden. Ja. Dat heb ik toen via eBay gedaan. En ging goed. En dat ging goed. Dat was de dag voordat we gingen, was de auto verkocht. En toen hebben we het via een vriend de auto laten afleveren. Dus het ging allemaal prima. Oh, super. Hey Frank, we hadden het voor de pauze over allemaal datastromen. Over het screpen van data om dat in de indicator te kunnen laden en dergelijke. Maar hoe kunnen we, want er zijn zoveel datastromen eigenlijk beschikbaar. Maar kun je daar 1 verhaal van maken? En dat is de kunst. Het er 1 verhaal van maken. Voor iedereen is het ook weer een ander verhaal. Ja. Ik geef even als voorbeeldje leasemaatschappijen. Leasemaatschappij 50.000 auto's in zijn vloot rijden. Ja. Hoe gaat hij ervoor zorgen dat hij weet bij welke auto's hij wat moet doen? Ja. Sommige auto's lopen af. Ja. Moet hij die misschien laten doorrijden? Moet hij die juist verkopen in Zweden? Ja. Moet hij die afkopen en zeggen van ik kan nu heel veel geld verdienen omdat de markt in Spanje daarvoor goed is. Ja. Dat is een hoek. Hoe zorgen we ervoor dat die data voor een consument weer anders gepresenteerd wordt? Ik wil niet ver rijden, ik wil wel een auto kopen. Waar kan ik die auto kopen? Waar krijg ik een goede deal? Ik wil de service erbij, ik wil deze optie erbij. En dat is de kunst voor ons. Ik denk dat binnen de hele automotive geldt. Hoe zorgen we ervoor dat de informatie die we hebben op een klantvriendelijke manier geleverd wordt? Real-time en op je mobiele telefoon. Ja. Het moet niet zo zijn dat je nog eerst 6 handelingen moet doen voordat je weet, ik moet nu dit doen. Ja. Nee, het is allemaal super makkelijk, super snel. En daar gaan we in de toekomst naartoe. Dat doen we tot op een zekere hoogte al. Alleen ik zeg het heel makkelijk, maar daarna al die systemen koppelen en al die bedrijven koppelen en alles makkelijk maken. Er is zoveel data. Dat is gewoon lastig. De gesprekken alleen al zijn al lastig. Als je daar met klanten over vraagt, spreekt, die vragen allerlei dingen dat je denkt van ja, dat is ook een heel goed idee, maar dat kan nu nog niet. Nee. Je zou eigenlijk alles wel willen doen, maar het kan eigenlijk ook niet. Ja, kun je dit nog even toevoegen? Kun je nog even alle opties vanaf fabriek toevoegen? Ja, dat komt, maar nog niet. Nee. Hey, nu heb je het terloops even over de smartphone. Hè? Zijn al jullie producten volledig geoptimaliseerd voor de smartphone? Nog niet. We zijn nu net bezig met een app voor het veilen. Ja. Dat je bij wijze van spreken op het strand in Ibiza auto's bij ons kunt kopen. Indicator wordt momenteel in mobile gemaakt. Ja, want dat is natuurlijk wel een must, hè? Dat is absoluut een must. En dat wordt dan ook weer, het moet er in alle talen en zoals je het zou verwachten. Ja. En daarnaast onze software is niet relevant voor mobile. Maar ja, dat is wel waar wij naartoe gaan. Van die prioriteiten 2017? Beide, zowel voor het veilen als voor indicator zijn in 2017 laat. Ja. Hey, Frank, je zei in de intake dat dealers meer zouden moeten doen met video. Waarom? Ik denk dat de dealer zich moet onderscheiden. Ja? Steeds meer mensen. Wij kunnen indicator doen omdat iedereen online is. Ja? Maar online zijn is nog niet alles. Nee. En dan moet je op allerlei verschillende media, op allerlei verschillende manieren moet je je klant benaderen. En ik zie steeds meer mensen online met video. Ja. En ik spreek persoonlijke titel. Als ik dat zie, denk ik, iemand probeert mij op een hele vriendelijke manier een product te verkopen. Ja. En dat zie ik nog echt veel te weinig. Ja. En dat ik echt denk van daar zit de toekomst wel in. En ik zag laatst, volgens mij was het Fiat die in Brazilië een showroom heeft. Waar je dat allemaal. Ja, dan denk ik van dat is de toekomst. En dat is voor een dealer is dat te ver. Maar de stap ertussen, of nu is dat nog te ver, maar de stap ertussen kunnen ze wel doen. Nou ja, vraag elke opa hoe die communiceert met zijn kleinkinderen van de jaren 5, 6, 7, 8. En dan zal die zeggen FaceTime. Ja. Weet je wel, dus we hebben dat ding eigenlijk al in de hand, maar we gebruiken hem eigenlijk niet waar die eigenlijk heel veel goed bedoeld is. Iemand belt je op en je doet een FaceTime gesprek en je laat de auto zien. Ja, en dat zien we bij de jongere generatie binnen de automotive, zien we dat steeds meer gebeuren. En dat gaat ook niet meer lang duren, dan hebben we dat ook overal als standaard. Ja, en dan is weer de vraag, wat moet je dan doen? Nou, dat is dan weer een leuke uitdaging. Nou ja, dat is dan de volgende creatieve vraag, maar ook daar komen we dan wel weer op een oplossing. Absoluut. Toch? Ja.
Wat mij fascineerde in ons intakegesprek is eigenlijk dat je een autoluisteraar bent. Ja, klopt. Net zoals mij. Ja. Audioboeken, podcasts en dergelijke. Wat luister je zoal in de auto? Ik luister managementboeken, biografieën, podcasts. Ja. En de reden dat ik die boeken kies en die podcast is dat een verhaal is, vind ik. Ik wil toch wel iets op het verkeer letten. Ja. Staat vaak stil, maar je moet toch wel goed op blijven letten. En bij een managementboek of een podcast kun je nog een keer even iets missen en dan snap je het verhaal nog. Ja. En dus maak ik me minder zorgen over de files. Als ik in de file sta, lees ik dus nog een extra hoofdstukje. Ja. En dan en dat is ook prima. Ja, ja. Eigenlijk gebruik je zinloze tijd waardevol, hè? Absoluut. Dus alle biografieën van Steve Jobs en dat soort boeken, die heb ik allemaal gelezen, omdat ik veel in de auto zit. Ja, ja, ik vind het fascinerend, zeg maar, hoeveel je kunt leren 's morgens vroeg. Ah ja, als ik half 7 wegga, dan kan ik toch niemand bellen, zeg maar, in die anderhalf uur. Nou, die anderhalf uur kun je gebruiken om naar de ellende van de wereld te luisteren op BNR. Of je kunt gewoon iets zinvols doen. Inderdaad, en dat is precies wat ik ook doe, ja. Nou, leuk, man. Heb je nog iets waar we het over zouden willen hebben? Zijn er nog topics waarvan je zegt, nou, dat zou ik toch nog wel graag voor de bühne willen hebben over autorollen, Indicata? Er is al veel de revue gepasseerd. Ik denk dat we als Autorola zijnde steeds meer... We zijn al internationaal. Het wordt steeds meer open. Steeds meer de grenzen open. De data link met allerlei verschillende bedrijven die ook weer internationaal werken. Denk bijvoorbeeld aan dealerholdings, denk aan OEM's. Denk aan verzekeringsbedrijven, banken. Voor de toekomst is dat voor ons heel belangrijk als bedrijf. Ik denk dat dat voor de dealers belangrijk is. Voor iedereen die om automotive is, zit. Denk niet alleen aan je eigen locatie, je eigen regio. Maar zorg ervoor dat je je wereld openzet voor wat gebeurt er eigenlijk in Italië? En wat gebeurt er eigenlijk? Waarom is het van belang dat er iets wat er in Polen gebeurt? Waarom moet ik daar iets van weten? Ja. En als je dat goed doet, dan zul je zien dat de toekomst rooskleurig is. Okay. Frank, hoe kunnen onze luisteraars met jou in contact komen? Dat kan op verschillende manieren. LinkedIn is daar een van. Mijn e-mailadres is ft@autorola.nl. Dat is de meest korte die ik ken overigens, hoor. Ja, dat lekker makkelijk. Ja. Dus, laat een berichtje achter en ik kom zeker op terug. Oké. Okay. Frank, dankjewel. Dankjewel voor je komst naar de DCD-podcast. Dankjewel dat je je verhaal hebt willen doen over Autorola en voornamelijk over Indicata. Wat ik toch een van de meest fascinerende softwareoplossingen vindt anno nu om eigenlijk voornamelijk die doorlooptijd van je voorraad eigenlijk te minimaliseren om te weten van tevoren waar je staat. Ik hoop dat meer dealers daarop aansluiting vinden. Dank je wel hiervoor en ik hoop je graag nog eens een keer hier te ontmoeten bij de DCD-podcast. Bedankt voor het luisteren naar Digital Car Dealer Workshop, de podcast. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending met wederom een interessante gast en boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie en de notes van deze uitzending op www.dcdw.nl/podcast. En wilt u meer weten over DCDW? Kijkt u dan op dcdw.nl. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl, Marktplaats, Autodata Nederland, Bovemij, you name it, en tevreden.nl.